Ik heb niet heel erg de tijd. Dag! Kijk, hij gaat ook een toren maken. Dag! Kijk joh, dit zijn die snipes jongens, zo hoort het gewoon. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Mizem. En mijn stem die loopt niet helemaal goed met het beeld van de webcam, dus sorry dat het niet helemaal lekker loopt. Kan gebeuren, ik kan achteraf nu niks meer aan doen. Maar geniet van de video, want hij is sick. Enjoy! Yo mensen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Mizem en vandaag gaan wij weer naar een nieuw startje. Gisteren hebben jullie de eerste video gezien. Daar gingen wij naar Tilted Towers en dat liep niet helemaal goed af. We hebben Tilted Towers wel overleefd, maar daarna kwamen we echt in ongeveer een zesman solo sandwich. Wat natuurlijk niet zo fijn is, maar vandaag ga ik proberen van Shifty Shafts naar Tilted Towers te gaan. Dus wij gaan zo uit de bus springen. En wat is nou de volgende locatie waar jullie nog willen dat ik heen ga? Laat het zeker achter in de reacties. Vergeet dan ook niet meteen even een blauw duimpje achter te laten. En abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. Als je toch bezig bent, kun je ook even dat belletje aanzetten. En dan zijn jullie echt toppetjes. Dus nu kun je je schermpje van je telefoon of van je tablet of weet ik veel hoe je kijkt weer fullscreen zetten. En dan kun je genieten van de video. Want wij gaan hier de mijn even proberen te veroveren. Ik weet dat er meerdere kisten... Oh, kut. Ik ga gewoon... Kut, ik dacht dat hier een wapen zou liggen. But it's a potion. Dus dat is een beetje jammer. Pistol hier. Ik ga wel even die potion innemen. Heb je meteen wel echt voordeel met held. Dus dat is wel zo fijn. Waar ga je heen, maat? What's your plan? Weet je zelf ook niet. Waar is dit gevecht? Ik hoor het echt. Wat is hier beneden? Ik ga ze loot maar pakken. Doe maar. Pak de loot. Ik ben hier niet, nee. Nee, nee, nee. Oké, cirkel zit mee. Oké. Hij weet niet waar ik zit. Haha. Dank u. Het is ook echt wel een heel erg gesloten gedeelte. Met close range fights. Volgens mij zou ik daar ook iemand lopen. Dus ik doe eventjes voorzichtig. Zo, mijn standaard indeling heb ik er weer bij gepakt. Nu is het tijd om wat kistjes te gaan zoeken. En als ik hier geloot heb, ga ik nog naar Tilted Towers. Om daar nog wat extra gevaar te veroorzaken. Suppressed pistol is ook echt top in de mijn, want dan weten mensen al helemaal niet waar je vandaan schiet. Maar een shotgun is op close range iets sterker. Dus die houden wij erbij. En wij springen weer de mijn in. Hier zitten vast nog wel wat kistjes die wij kunnen pakken. Of wapens. Dus daar gaan we naar op zoek. AR, AR, AR. De kistjes zitten vooral in de muur. Maar volgens mij zijn alle kistjes al een beetje gepakt. Dus wij houden onze ogen open. Hier in deze vrachtwagen zit ook vaak een kistje. En dan krijg je alleen maar scheid uit. Dat mag toch niet, jong? Dat is toch niet een kistje? Dat is niet kistwaardig. En nog een tip, jongens. Deze planken die geven zoveel hout. Maar waarom komt dat paarse rondje? Ja. Top. Dan hebben we ook weer wat om mee te bouwen. En bouwen, dat is zeker wel nodig bij dit soort battles. Oké. Okay. Oh, you made a mistake. You made a mistake, boy. You made a mistake. Hihi, daar ga je poosje, man. Oké. Dag. Enjoy the power of the suppressed pistol. Yes, yes. I love it.
Je kan ook het huisje hiernaast landen. Oh my god, je hebt een gouden scar. En je verliest van een pistool. Dude, wat ben je aan het doen dan? Er gaat echt iets flink mis, jongens. Er gaat echt iets goed mis. Dus je kan ook het huisje hiernaast landen waar hij waarschijnlijk is geland. En dan kun je ook daarna hier in pushen en vervolgens nog naar Tilted Towers gaan. Je hebt allemaal leuke openingsroutes. Echt ontzettend veel. Ja, het is natuurlijk nu het wel het meest druk aan deze kant van de map. Misschien is die ammo box wel even handig. Dus als je het wat rustiger wil, kun je alsnog wel naar zo'n sidehuisje gaan of zo. Dat is altijd prima. We gaan nog even hierboven kijken, want hier ligt ook wat in het kistje. Ondertussen even nog wat bouwmateriaal verzamelen. Is altijd wel zo fijn. En is hier vandaag een kistje? Nee. Hier ligt ook heel vaak een kistje en dan loop je snel overheen. Want het is zo'n plat dakje. Maar toch ligt hier. Hier ligt nog een kistje. Er ligt niet heel veel loot. Er is ook iemand hier geweest. Want de kist was wel gepakt. Maar ik denk dat we het een beetje hebben gehad. Hier. Dan hak ik nog even dit boompje. En dan ga ik door naar de volgende locatie. Maar eigenlijk heb ik daarvoor een sniper nodig. Want dan kun je vanaf die berg even op Tilted Towers snipen. En dan kun je daarna gaan pushen. But we have no sniper. Dus dat gaat lastig worden. Toch ga ik voor die higher advantage. En gaan we even kijken of we wat activiteit zien. Want de gouden scar is natuurlijk ook echt ontzettend OP. Dus dat is altijd goed. En we hebben mini potions hebben gebruikt. Met kitje op zak. En een gouden scar in onze handen. Ik kan misschien ook wat mensen hitten met mijn suppressed pistol. Weet ze ook niet waar ik zit. Dus dat is alleen maar mooi meegenomen. Even goed kijken. Daar links is al een en ander gebouwd. Daar wordt ook wat gebouwd. Of daar is wat gebouwd. Even doorlopen. Bosjes check. Hallo? Is het de Dead City Man? Nope. Oké. Wij gaan er rustig naartoe pushen. Oké. Het is iets gevaarlijker geworden. We gaan iets minder rustig naartoe pushen. Oeh, ging die nou naar beneden? Ja. Is er nog een kistje in? En dan ging een supply erop open. Dit is eigenlijk een beetje zelfmoord hier, hè? But we did it! Oké. Okay. Er zijn ook nog een hoop kistjes. Groene pump. Neem we ook maar even mee. Oké, okay, even dubbel pump rocken we. En nu hopen we dat we onze shots hitten. Die mini potions moeten we meenemen. Waar zit je dan, maat? Oh, je zit hierboven. I see your building. Oh fuck, volgens mij zitten hier twee man. Denk ik dat dit genoeg bescherming is? Dat denk ik niet, maat. Ja, nu zit je in een hoekje. Wat doet hij? Maar even serieus, wat doet hij? Oh my god. Oh, kut, wat doe ik? Kunnen we ook even wel vragen, hè? Kan ik hem wel uitlachen? Spring je zelf er zo naast? Oké. Okay. Als ik nu dood ga, dan mogen wij ook zeggen: Maxime, wat doe je? Ligt hier nog wat moois? Nee. Helemaal niks. Oké, okay, scar is goed. Alles is gereload. Mini potions op zak. Maar we. Wat de fuck? Er moet hier iemand achter de deur zitten.
Niet. Oké, gewoon echt een random kampvuur in de badkamer. Logisch, jongens. Ik hoop niet dat er zo'n campertje ergens zit, man. Dat haat ik zo erg. Ga please niet campen in deze game, man. Oeh. Oh. Is het niet meer in? Hallo, snipertje. Wat een leuk cadeautje. Oké. Heeft dus iemand hier een rock launcher? Dat vind ik niet zo fijn. Dat vind ik zeker niet fijn. Dus daar moeten we even voor oppassen. En er gaan sowieso nog meer mensen hier naar het stadje komen. Dus dat maakt het allemaal erg gevaarlijk. Er worden ook allemaal traps geplaatst. Oh, deze man heeft plannen, joh. Dat wil je niet weten. Ik denk dat ik gewoon weg ga. En hem ga proberen te pakken van bovenaf ergens. Moet ik misschien wat meer resources hakken. Dan kunnen we lekker naar boven gaan. Even kijken wat hier nog is. Tactical sorry, no thanks. Oh, kut. Als hier iemand in zit, hebben wij een groot probleem. Of heeft hij een groot probleem? Oké, jongens. Oké, kom maar. Scar. Ja, top. Dank u. Dank u, dank u, dank u. Toppie, toppie. En nu moet ik even snel die trap editen. Edit. Ja. Zo. We are safe, boys. Ja, ik ga nog steeds niet mijn medkit gebruiken. Maar wel die mooie sniper die we hebben gevonden. En wij worden beschoten. Vanwaar? Show your head. Of zal het die gast zijn? Het is hier rechts iemand. We have been spotted, glorious. We have been spotted. Is een bosje. Hij kan natuurlijk overal zitten. Kijk, dit is voordelig voor ons. Want nu moet een groot deel van Tilted Towers gaan moven. Omdat de cirkel in ons voordeel is. Bij solo campje iets meer dan bij squads. Dus ik blijf nu ook gewoon eventjes lekker in mijn torentje zitten. Die ik heb gestolen. En dan hoop ik dat ik snel iemand kan vinden. Maar ik denk dat ook iemand mij dadelijk wel een bezoekje kon brengen. Where are you guys? Please. Show yourself. Je hoeft toch niet echt. Het is een beetje campy, man. Niet zo'n beetje eigenlijk. Hij moet gaan moven. Dus we gaan hem een beetje bekijken dan maar. Zet de 2 hours later maar klaar. Want dit gaat wel even duren. Of zit hij net nog in de cirkel? Nee, ik denk dat niet. Nee. Ik denk het net niet. Ik word nu één keer zo van de zijkant zo. Pats, hey. Hij heeft daar wat gebouwd. Hij heeft wat een teken van leven aangetoond. Hij zit echt hier. Oh, hij zit er in dat torentje. Kijk. Ik kan een beetje. Kom op. Schiet op, maat. Ik heb niet heel erg de tijd. Dag. Kijk, hij gaat ook een toren maken. Dag. Kijk joh, dit zijn die snipes jongens. Zo hoort het gewoon. En er zit nog iemand daar. Show your head.
cirkel komt eraan. Waar zit je dan? Ah, daar zit hij. Oh, dat was jammer. Als hij ook nog raak was, hè. Dat was echt sick geweest. Kijk, nu ook een beetje goed om ons heen kijken. Of wij nog solo, YOLO modus zien. En anders gaan we een beetje die gast die aan de andere kant op de berg liep in de gaten houden. Want, oh kijk, hij heeft daar een beestje gemaakt. Hij denkt, dat vind ik handig. Kan ik zo gesniped worden door Maxime? Nu ben ik gehit. Ik denk, shit. En ik moet ook even met mijn grote mond natuurlijk een beetje oppassen. Want ik kan ook van elke kant gesniped worden. Kijk, ik kan zo zien of hij nog wat gaat doen. De cirkel komt eraan. En nu gast. En nu gast. Ga je mij... Oh god. Oké. Oh, een bosje. Oh, een bosje. En daar eentje. Oh fuck, dit is een strijd, joh. Dat bosje ook nog wat doen. Oh jeetje. Kut, ik kan hem net niet meer zien. Oh, de bosje gaat ervoor. Oh fuck. Ah ja, de bosje heeft hem geshotgund. Oh, ik moet echt dat bosje even snel hebben dadelijk hoor. En die gast die zit daar ook natuurlijk in link. Dude, kom op man. Ik wil actie. Nog 5 anderen zitten er in deze game. Dan zou je toch denken dat je wat meer mensen ziet lopen. Zit hij daar nou? Daar? Ja, hij zit daar. Oké. Okay. Ja, ik moet nu oppassen. Anders is het ciao ciao Maxime. Oh kut, het is niet mijn gebouw, dus ik kan niet editen. Hij zit er onder die trap. Hij zit niet meer onder de trap. Oké. Okay. Toen hadden we problemen. Nou, we kunnen gewoon oneindig veel bouwen hoor. Dus ik weet niet hoeveel kogels je hebt, maar... Kom maar door, jongen. Kom maar. Oeh, ja, hij wil. Hij is best slim. Oké, ik ga... Deze kant op bouwen, want het cirkel staat hierheen. En waar zit jij nu? Zit je onder een trap? Nou, voor jou hoef ik me even geen zorgen te maken. Ik wil even hem snipen. Als hij daar nog zit. Nope, he's gone. Oké, cirkel gaat lopen. Dude, waar zit hij dan? Zit hij echt daaronder of zo? Oké. Dan gaan we maar een hutje van steen maken. Twee torens hoog. Prima, joh. Waar is mijn trap? Waar is mijn trap? Ik bouw een trap, maar die komt niet. Oké, daar gaat iemand heen. Die gast met die launcher moet toch hier in de buurt zijn? Zit hij daar? In een bosje? Nee. Man, daar is echt het gevecht van de eeuw aan de gang. Lekker een beetje koekeloeren naar het spektakel. Oh, maat. Hij had zoveel geluk. Oké, jongens. We gaan even ons best doen. In onze toren. Maar niemand doet de stappen. En dan kan ik wel zo gaan pushen. Maar ik weet dan... dat ik degene ben die doodgaat. Omdat er 4 man...
Naar één iemand kijken dan. Maar wat is dat voor een beest? Kut man, we moeten zo gaan move ook weer. Ja, hij wordt goed onder schot genomen. Ik ga hem ook even een beetje bang maken. Hij is weg. Hij is al uit die toren. Hij staat daarnaast, denk ik. Zit nog steeds die gast hier rechts? Ik weet het niet meer, jongens. Ik weet het niet. Kut. Vier anderen. Ja, daar zit er twee. Het gevecht is lekker bezig. Nu moeten we hier rechtsonder gaan kijken. Oké. Fuck it. En ik moet nu gewoon hier een torentje maken. Anders ben ik dadelijk de pineut. Oké, ik wil de cirkel graag inkijken. Dus ik bouw eerst zo'n dingetje en dan een trappie. Die gast die links van mij zat, die moet er ook de cirkel in komen. Oké, tanks gouden scar. Oh fuck. Doe even niet. Doe even niet! Oh mijn god, dit is kut. Dit is heel kut. Dames en heren, dit kan ons einde zijn. Hoe dan? Hoe dan? Jongen, dit, ik probeer hem te killen. Dan is die gast naast mij ook klaar. En ze gaan allebei met een rokkenlounger op me schieten. Dit moest mijn game zijn, jongens. Dit was ook een heerlijke game. Maar ik merk echt wel dat er echt veel betere spelers online zijn tijdens nu hier. Maar ik kon hem easy pakken. Hij heeft niet eens HP. Hij gaat nu ook gewoon dood. Omdat het zo slecht is. En hij had gewoon zoveel geluk. Hij had zoveel geluk. Maar jongens, dit waren echt de snipes der snipes. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond je het nou leuk? Laat even een like achter. Zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie heel erg graag binnenkort bij een nieuwe video, jongens. Later!